Jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, Jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, Jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk. Ik sta hier met oldschool legend, mag ik wel zeggen, Jafar Wilnes. Goed om jou te zien. Ja, dankjewel. Goed om terug te zijn. Ik was eigenlijk nooit weg geweest, maar het heeft even geduurd. Het heeft even geduurd. Laatste keer 2019, dacht ik. Ja, 2020. Versus Plazibad was dat toen? Ja, dat was 2019, ja. Ja. En 2020 heb ik nog voor een andere organisatie een keer gevochten. Ja. Hoe is het met je? Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag die we jou moeten stellen. Ja, met mij is het heel goed. Supergoed eigenlijk. Nieuwe, heel veel ontwikkelingen rondom mij. En het pakt zich allemaal goed uit. Dus ik ben een heel tevreden mens. Maar dan willen wij natuurlijk weten wat voor ontwikkelingen. Ja, heel veel. Sportschool. Zit nu hier bij SB Gym, waar ik me echt thuis voel. Echt één familie. Heel veel dingen leer. Privé. Ook heel veel dingen meegemaakt. En dat gaat nu ook gewoon allemaal supergoed. En de mensen die mij kennen, die zien het ook aan mijn postuur. Ja. Ik ben heel veel afgevallen. Ja. En veel in spiermassa weer bijgekomen. Dus we hebben een heel traject gevolgd. En dat betaalt zich nu een beetje uit. Dat ik weer, dat kan je ook wel zien. Ja, je ziet er goed uit. Sharp like a champ. Glory, heavyweight. Dat is natuurlijk jouw divisie. Ja. Dat landschap is inmiddels veranderd. Onder Rico dan voornamelijk. Wat vind jij van de Glory heavyweights op dit moment? Ja, je hebt goede jongens ertussen zitten. En het wordt alleen maar interessanter. Heel simpel, het wordt allemaal helemaal heel interessant. En ik wil daar graag deel van uitmaken. En voor die nummer 1 positie gaan natuurlijk, hè. En jij gaat daar ook deel van uitmaken, want het is gewoon wachten op jouw terugkeer. Is daar al iets over bekend? Ja, toevallig is het vandaag bekendgemaakt. Hey. Dat ik 19 november mag vechten. Ik kan zijn naam even niet uitspreken. Het is een jongen uit Polen, als ik me niet vergis. Er is vandaag een poster uitgekomen en daarop kan je zien dat ik eindelijk 19 november weer mijn ding mag doen in de ring. November is om de hoek. Ja. Kijk je daarnaar uit? Yo, what up, champs? Geef deze video een dikke duim en like it and share it right now. Ja, zeker. Kijk ernaar uit. En, we zijn al een tijdje bezig natuurlijk om lekker te trainen, fit te worden. Kijken wat past, wat niet past. Heel veel nieuwe prikkels voor mij. En we beginnen ze langzamerhand steeds beter onder de knie te krijgen. Wat mij dus een completere vechter maakt. Dus ik kan niet wachten. Nee, je hebt het over de transitie die je hier hebt ondervonden bij SP Gym. Wat leer jij het meest van Saïd El Bedaoui? Wat je het meest leert van Saïd, toch wel het schaken. Het slimmer zijn dan je tegenstander. En niet alleen maar willen drukken, om het even zo te zeggen. Ook gewoon, gewoon slimmer kickboksen, slimmer je ding doen. En heel veel nieuwe technieken. En we gaan natuurlijk niks verklappen, maar er komen heel veel mooie dingen aan. Ja, heel veel mooie technieken die ik kan laten zien. De specifics, de gameplan wil jij hier natuurlijk nog niet prijsgeven, wat logisch is. Nee, ja, gameplan. Natuurlijk gaan we een gameplan maken en hebben we al iets op het oog. Maar dat zullen de mensen daar zelf gelijk zien. En zoals de mensen weten, ik ben een drukkende vechter. Ik ga altijd vooruit. Alleen nu zullen we nog slimmer vooruit gaan. Dus dat is het enige wat ik zeg. Nu zullen we nog slimmer zijn. Jafar, ik kijk er echt naar uit om jou weer terug te zien. Tot slot, jij traint hier natuurlijk ook niet met zomaar wat namen bij SB Gym. Een van jouw teamgenoten is de helft van de main event van Collision 4. De main event. De main event. Kijk, dat is broederschap. Korte prediction. Ik denk dat jij gaat zeggen dat Badahari gaat winnen. Maar als ik jou zeg Badahari versus Alistar overeen, wie zie jij winnen? En veel belangrijker, op welke wijze zie jij dat gebeuren? Ik zie Badahari winnen. En op welke wijze, ja, dat maakt niet uit. Als we maar winnen. En dat gaat hij ook doen. Ik train met hem. Ik
weet hoe gedreven die is. Dus jullie zullen het allemaal zien, 8 oktober. Tot slot hebben we nog een boodschap voor je fans die echt hebben lopen hunkeren naar jouw terugkeer. Ja, zoals jullie weten, we hebben lang gewacht op dit moment. 19 november mogen we eindelijk weer komen sporten, komen steunen. En we gaan er weer een mooie show van maken. Dank jullie wel voor jullie support, al die tijd. Ook dat ik niet, toen ik niet vocht. En ik ga jullie goed trakteren en goed belonen. Dank jullie wel. Oes. Jamstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstalk, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.